We've been tricked, we've been backstabbed, and quite possibly being bamboozled. Yo guys, glad dat je vandaag een nieuwe video en vandaag een iets minder vrolijke slash leuke video, I guess. Ik ga niet rond de pot draaien. Nee, ik ga het niet doen. I'm getting straight to the point. Minecart. Wat is Minecart? Minecart is een mini-community van mij. Dat ik heb opgericht, zal ik het zo zeggen. 10 YouTubers slash streamers van alles gewoon. En we spelen heel samen vrolijk leuk Minecraft. Nu, we hebben onze eigen UHC. Daar is al een trailer van uitgekomen. Die heeft 170 weergaven. Er zijn al heel veel afleveringen van gekomen. Op iedereen hun kanaal. Op Suyra zijn kanaal. Op mijn kanaal. Op Jarrin zijn kanaal. Op GameDay zijn kanaal. Op Rens kanaal, op Aronski zijn kanaal. En die halen allemaal heel veel weergaven. Nu, eerste instantie dacht ik van, wij hebben een nieuw concept gemaakt. En dat trekt heel veel mensen aan. En daarom hebben we zoveel views. Nu, na een tijd hadden we al heel veel opvallend views. En toen was ik zo van, hier is toch wel een geurtje aan, want mijn hardcore series had dat zoiets rond de 30 views, denk ik, 25, 30 views. Ja, ik weet, het is niet veel voor 440 subs, maar boeien. Heel blij, ik was eindelijk van, wow, ik zie eindelijk eens een keer verandering groeien in mijn kanaal. Ik vond het geweldig, But toen was er ineens een Indisch kanaal op mij geabonneerd en dat is niet goed. Dat is niet goed. Toen kwam er ineens nog 4 subs bij. En er was nog een Indisch kanaal. En toen was ik van, oké, this shit ain't good. Maar op zich, qua weergave tijd en likes en zo, zag ik niks verdacht eigenlijk. Een paar dagen later was ineens hetzelfde Indisch kanaal ook op Suyra geabonneerd. En toen was ik van, we have been tricked. We've been backstabbed. En quite possibly bamboos. Dus ik probeerde iets in mijn stad te zoeken dat vrij verdacht was. De eerste dagen heb ik niks verdacht gevonden. Want ik had gewoon niet goed gezocht. Maar de dagen erop had ik ineens deze shit gevonden. En het was gisteravond rond 11 uur, half 12. Ik kwam kijken met mijn bed en ik was zo van, klopt iets niet, er klopt iets niet. En toen had ik dus dat gevonden en oh my god. Kijk, ik klink echt nu een drama queen, maar dit voelt echt rot aan. Echt waar. De persoon die mij op zo'n website heeft gezet, niet alleen mij, want Suyra ook, Jarrin ook. Voor de rest, ik denk Jarrin toch ook, want Jarrin heeft ook ineens uit niks 90 views. Suyra heeft ineens keiveel views en die Indische kanaal waren ook op hem geabonneerd, dus dat is vrij obvious. By the way, ik ben hun niet aan het beschuldigen, want hun doen dat niet, dat weet ik. Maar de persoon die dat heeft gedaan, vind ik op het moment een enorm grote rotzak. Ik weet, die had dat misschien goed bedoeld, maar je helpt mij daar echt niet mee. Ten eerste, ik wou mijn kanaal real houden. Ik heb straks misschien al... In december heb ik het kanaal 4 jaar. En ik heb 444 subs, waarvan ik met die Indische troep niet eens weet hoeveel het er real zijn. En als ik echt het voor de fame zou doen, voor veel subs, voor veel views, voor veel alles, dan had ik dat zelf al kunnen doen. Had ik dit niet 4,5 jaar volgehouden aan dit aantal views, aan dit aantal subs, want akkoord, in mijn let's play video's steek ik niet zoveel werk, dat ga ik gewoon eerlijk toegeven, maar dat is ook gewoon eerder omdat ik bij mijn let's play video's wil ik gewoon het gevoel geven van een goede oude let's play, snap je? Er was een tijd dat ik wel veel edit in mijn let's plays, maar uiteindelijk vond ik dat toch niet zo nice. Want dat ten eerste veel te veel tijd opslorkte. En ja, dat past gewoon niet bij een let's play, dus daarom heb ik het terug een beetje anders gedaan. Maar mijn andere video's, zoals CS:GO video's, zoals Minecraft multiplayer video's, zoals de Minecart survival video's, mijn praatvideo's. Mijn nieuwste trailer van Minecart UHC. Ik heb daar zo belachelijk veel tijd in gestoken. Je ziet dat het eindelijk views heeft. Je stuurt daar uren editwerk in. En dan kom je erachter dat het gewoon voor een hoop fake was. Kijk, dat voelt... Het voelt echt verschrikkelijk. Het voelt echt fucking verschrikkelijk. Voor die trailer van Minecart, ik heb misschien nog niet eens voor het editen, misschien al 2,5 uur, 3 uur gewoon achter die muziek zitten zoeken. Want ik zoek altijd super lang achter muziek als ik een trailer maak. Voor al mijn Belgium Hypixel UHC trailers, voor mijn Minecart trailers. Ik zoek altijd zo lang achter muziek. Dan moet ik nog pas beginnen aan de editing. Dat duurt ook uren. Bijvoorbeeld de Minecart trailer heeft denk ik qua editing 4 of 5 uur geduurd. Gewoon de goede clips kunnen samenwerken. Iets fatsoenlijk proberen maken op de beat. Zeker met de recentste trailer. Dat was echt moeilijk. Ik was daar echt trots op. Dat haalde veel views. En dan zie je gewoon dat 66% gewoon een fucking hoop kutbots zijn. Voor de mensen, voor het kleine aantal. Want ik heb wel een vaste kijkerbase, zal ik maar zeggen. Het is niet veel. Maar het is iets nutte. En ik heb liever 30 echte views dan 100 fake views. Want het had ook echt keiveel kijktijd. En ik was zo van holy shit. Waar ik zoveel werk in heb gestoken, zoveel mensen hebben dat bekeken. En ik vond dat echt vet. Het is ook gewoon heel demotiverend eigenlijk. Want je denkt dan dat je YouTube-kanaal eindelijk iets beter zal gaan. Psych! Ik vind het ook gewoon vooral erg voor de andere boys, like Suyra, Paddy bijvoorbeeld. Die maakt ook let's play video's, maar die steekt er wel wat meer tijd in dan mij. Die heeft misschien 2 à 3 of 4 weergaven per video. Die boy haalt eindelijk met zijn manneke video ineens 50 à 60 views. Iedereen is super blij voor hem. En dan gaat hij er waarschijnlijk ook moeten achterkomen dat het allemaal fake is. Like... Dat is gewoon een rotzakgang. Zelfs als dat mijn goede bedoeling is geweest. Ik snap oprecht niet waarom dat je dat doet. Want het is ook opmerkelijk... Het is gewoon vanaf, voor een reden is iemand alle Minecart leden aan het targeten en ik weet niet waarom. Ik wou gewoon zo graag mijn kanaal real houden, alle views real, alle viewtime real. Die video's waar ik zo hard aan gewerkt zijn nu gewoon verpest door fake statistieken. Mijn subcounter was ook echt gewoon op af, op af, op af, op af. Ik hoor ook sommige mensen denken van... Je hebt 440 subs en je hebt misschien op je vorige video maar 30 à 40 met een beetje geluk 50 views. Dat klopt, maar het verschil is dat ik die mensen, want ik zit al even op YouTube 4,5 jaar ondertussen of 3,5 jaar, ik denk 4,5 jaar. Ik heb al die mensen één voor één overtuigd om te abonneren op mijn kanaal. En die paar fake dingen doen er echt wel toe voor mij. Dat moet weg. Ik wil dat niet. Dat moet weg. Maar ik weet niet hoe je fake views wegkrijgt. Fake viewtime. Ik ga het vragen aan YouTube of dat ze viewers of viewtime uit bepaalde landen kunnen blokkeren. Maar ja, we weten allebei dat dat niet gaat werken. Ja, ik kan proberen. En nee heb je en een ja kunt krijgen. Het is ook gewoon zo jammer, want met Minecart we hadden zoveel plezier. We hebben nog altijd plezier, trouwens. Met de survival, met de UHC. De UHC gaat echt leuk worden. Gaat begin september online komen. Zelfs met mijn sub-aantal probeer ik andere mensen met minder subs te helpen. Ook met meer subs gewoon. En het haalt niet veel uit. Misschien 1 of 2 subscribers. En ik vind gewoon... oprecht jammer dat ik met mijn sub, als ik gewoon andere mensen probeer te helpen, dat ik elke keer op keer word gebackstept. Ook al was mijn goede bedoelingen. Ik weet niet wie het is. En kijk, ik zou het gewoon appreciëren dat de persoon eerlijk is wie het heeft gedaan, maar dat er ook wel alsjeblieft onmiddellijk mee stopt. Want je hebt al genoeg schade aan mijn kanaal aangebracht, aan het kanaal van Suyra, aan het kanaal van Jarrin en hopelijk niet meer. Misschien aan uw eigen kanaal, dat je het op je eigen kanaal ook doet. In het geval het zo is, je helpt jezelf er niet mee, je geeft jezelf alleen maar valse hoop en valse hype. Dus stop er gewoon mee. Niet doen. Want het was jammer, ik was echt hyped. Ik was zelfs van plan om een nieuwe camera te kopen, zo'n vlogcamera. Fucking nice. Want ja, zoals je ziet aan mijn webcam, ik kan een nieuwe camera gebruiken. Maar ja, die hype is weg, echt helemaal weggevaagd eigenlijk. Voor de mensen die zich afvragen, ga je stoppen met YouTube? Nee, tuurlijk niet, maar ik zit in een dipje. Ik vind het gewoon soms jammer dat mijn werk of zo, mijn video's niet echt zo hard worden geapprecieerd, ook al steek ik er zoveel uren tijd in. Ik was echt hyped of zo, of ja, hyped, ik weet niet. Ik wou tegen het einde van mijn verjaardag 450 abonnees halen. Dat is niet gelukt natuurlijk. Ik heb het dan maar na september, eind van de zomervakantie wou ik 450 subs en met een beetje geluk eind december 500 subs. Maar ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Ja, ik kan sowieso niet stoppen met video's maken. Video's maken vind ik super leuk. Ik zou er ook gewoon niet mee willen stoppen. En het is een manier of zo om mezelf te kunnen uiten, omdat ik sowieso iemand ben die heel moeilijk zijn gevoelens kan uiten ofzo. En iedereen heeft een uitlaatklep nodig. En dit is echt wel een uitlaatklep voor mij. Like, iedereen, de meeste YouTubers, want ik heb echt wel meerdere generaties YouTubers meegemaakt. En als ik echt nu gewoon de meeste kleine YouTubers zie, dan is gewoon bijna allemaal om influencer te worden of ja, weet ik veel. Om later geld te kunnen verdienen met YouTube. Maar dat is totaal niet zo op niet. Ik denk niet eens dat ik fulltime YouTuber zou willen zijn. Like, je wordt overal herkend. Je hebt zoveel verplichtingen. Jij moet een goed voorbeeld zijn. Akkoord, ik zou het wel leuker vinden om een grotere audience te zijn. Natuurlijk, mensen die zeggen van oh, de cijfers boeien me niet. Sorry, dat is ook bullshit. Cijfers boeien me wel. Tuurlijk is het leuk om stijgende cijfers te zien. Versta me niet verkeerd. Het is leuk om een bepaald subaantal te bereiken. En ik zou ook graag een grotere audience hebben. Ik zou graag een heel grote audience hebben, maar ik zou niet willen hebben welke verantwoordelijkheden dat er zo bij komen kijken en al. Dat zou ik persoonlijk niet zo leuk vinden, denk ik. Ja, stoppen met YouTube-video's sowieso niet, maar er zijn echt wel... Ik vind het zelf nog leuk. En bij mijn Minecart-video's ben ik ook echt wel heel blij de laatste tijd. Ik vind ze leuk edit. Ik probeer elke Minecart-video's een beetje anders te editen. Dat lukt wel tot hiertoe vrij goed ofzo. Ik heb ook al heel veel leuke mensen leren kennen via YouTube. Dus ja. Waarom zou je dan stoppen? Het is gewoon even die fake shit. Ik wou het gewoon even naar buiten brengen. Ja... Het is ook gewoon gemakkelijk, zodat degene die dit ziet, hè, want waarschijnlijk kijkt hij mijn video's wel, hem, of het is gewoon iemand van Minecart. Ja, ik hoop het niet, want dan zal ik mij nog harder gebackstapt voelen. En ja, ik zeg de dude die de fake views heeft gedaan, stop er ten eerste al mee en wees gewoon eerlijk ofzo dat jij bent geweest, of stuur mij anoniem een berichtje. Of zo, waarom je het hebt gedaan, want ik wil het gewoon weten. Was het om mij te naaien? Was het om mij, weet ik veel. Op het gebied van YouTube ben ik al zo vaak gewoon genaaid geweest eigenlijk. Soms is dat echt gewoon om moe van te worden. Ja, door al die fake shit. Like, soms zie ik YouTubers en ik denk, hoe de fuck halen die zoveel views? Hoe kunnen mensen dat aan kijken zelfs? Dat denk ik persoonlijk bij sommige video's. Dat is zo hersenloos. Dat is zo slechte content. Commentaar die trekt op niks en mensen kijken er gewoon naar. Ik snap het oprecht niet. Ik steek tyfus veel tijd in mijn video's. En ja... Sad. Ik heb al zoveel generaties aan YouTubers meegepakt en meegemaakt, zal ik het zo zeggen. En dit is echt wel de meest fake generatie tot hiertoe, holy shit. Buiten mijn boys aan Minecart. Het zijn allemaal schatjes. Mensen in het verleden ook gewoon vaak al dingen tegen mij gezegd. er was niks anders bij, want ja, dude, what the fuck. Een close vriend heeft ooit iets tegen mij gezegd, of ja, close, hij zat bij mij in de klas en was wel een redelijk goede vriend of zo. Hij had gewoon letterlijk gezegd van, ja kijk, als ik YouTube zou doen, heel mijn familie zou me uitlachen. Dus je, zo van die shit heb ik zo vaak gehoord middelbaar en toch ben ik nooit gestopt. En gewoon omdat ik het graag doe, snap je? Maar ja, oké. Deze video begint heel zielig te worden. Let's get to the real point of this video. Koop mijn merch. Nee. Ik heb geen merch. Maar oké. Ik ga deze video wel eens afsluiten, denk ik. Ik ga het gewoon snel editen, dan ben ik er vanaf en dan zet ik het online. En als je die persoon hebt met de fake views, ik zeg het misschien voor de derde of de vierde keer deze video, maar stop ermee, stop er bij iedereen mee. Misschien bij jezelf, je geeft jezelf valse hoop. En ik kan eerlijk zijn, het is ook gewoon zielig als je dat doet. Dus ja. Dit was het dan. En ik zeg ciao. Reality is often disappointing.